Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag is het 2 mei. Als jullie dit zien en als ik dit opneem eigenlijk ook. Dus dat betekent dat het recht tijd is voor mijn favorieten van de maand. Vandaag laat ik mijn favorieten zien van de maand april. Dus dat zijn er 4. Mijn eerste favoriet van de maand april is het Straattheater Festival De Gevleugelde Stad. Dat was echt zo'n leuk weekend. Ik ben de zaterdag en de zondag geweest en ik heb echt van verschillende acts enorm genoten. Volgend jaar doen we dat sowieso opnieuw. Mijn volgende favoriet van deze maand is het spel Mario Odyssey. Het is echt zo'n leuk spel. Ik hoor het al super lang. En ik heb het gekocht in Frankrijk, bij Leclerc denk ik. We zijn naar Auchan geweest en daarna naar Leclerc. En daar heb ik het spel iets goedkoper gevonden dan in België, maar ik ben nog altijd zeer erg blij met mijn aankoop. Eigenlijk heb ik hem niet aangekocht, want ik heb hem gekregen van mijn moeder voor mijn verjaardag. Ik ben namelijk 12 mei jarig. Mijn derde favoriet is mijn tuin. Ik ben sinds vooral begin april, eind maart begonnen in mijn tuin. En het vlot echt super goed. Dit weekend heb ik de eerste aardbeien kunnen eten. En daar ben ik heel erg blij om. Niets smaakt beter dan groente en fruit uit je eigen tuin. Er komt nog een blogpost over mijn tuin. Maar sowieso zien jullie ook super veel in de vlogs passeren. Want ik stalk jullie een beetje met mensen. Als vierde favoriet heb ik Harry Potter. Surprise, surprise. Maar sinds enkele weken tonen ze elke avond een. Maar sinds enkele weken tonen ze elke zaterdagavond een nieuwe Harry Potter film op 4. Ik heb al de Chamber of Secrets gezien en de Sorcerer's Stone. Volgende week is het aan de volgende. Dus kijk zeker, want op tv kijken is echt nog iets helemaal anders dan op de dvd's. En het zijn echt gewoon super goede films, maar dat wisten jullie wel al. Nu is de tijd voor mij opgemaakt. En ik denk dat ik wel een paar producten heb opgemaakt, ja. Als eerste heb ik deze kaars uitgebrand. Dit is de Fresh Flower Heurkaars van... Van waar heb ik deze? Geen idee van waar ik deze heb. Maar het rook echt super goed. Ik kan het nu nog een beetje ruiken. Ook heb ik deze kaars opgebrand. Dit is de kaars Sweet Candy. En deze kocht ik bij Zeeman. Er rook echt ook super goed. Maar die is gisteravond opgegaan. Dus nee, eergisteravond is ideaal eigenlijk voor de opgemaakt van april. Met deze bus heb ik super lang gedaan. Dit is de Blueberry Balsam Spray. Die zorgt ervoor dat je eigenlijk gemakkelijker door je haar raakt op het moment dat er heel veel knopen aanwezig zijn. Dit is gemaakt voor kinderen, waardoor dat geen beschadigende bestanddeel heeft voor je haar. Het is eigenlijk gewoon een soort water. Het is parabenenvrij en dermatologisch getest. Het is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar, dus het kan helemaal geen kwaad voor oudere volwassenen. Ook heb ik mijn favoriete doekjes opgemaakt. Dit zijn de Corinne Farme Make-up Remover Wipes with Micellar Lotion. We hebben ook voor de waterproof make-up en deze roken zo lekker. Het was echt een plezier om hiermee mijn make-up te verwijderen. Maar jammer genoeg zijn ze nu op. Er zaten er 25. Deze had ik trouwens ooit eens gekregen op de press days. Om er volledig eerlijk over te zijn. Ook heb ik dit product opgemaakt. Dit is de
Festival Color Change Up Your Look Non-Permanent Color Wash Out. Kan ik er veel over zeggen? Nee, het is zeker niet beter dan de L'Oreal Wash Outs. Het was een beetje blauw, maar je moet er echt heel, heel erg veel van in je haar doen. En ik heb het op mijn zus geprobeerd, omdat zij als Pyjama Sam cosplayde of Facts. En echt, we hebben daarna erover moeten gaan met krijt, omdat de verf gewoon niet super goed plakte op haar haar. En zij heeft blond haar, dus ik snap niet waarom niet. Bij mij kan ik het snappen, maar bij haar niet. Dus geen zo'n enorme fan hiervan. Ik zou hem dan ook echt niet meer kopen. Niet dat ik nog weet waar ik hem heb, maar dat doet er nu eventjes niet toe. Bedankt voor het kijken, vriendje. Niet abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende keer weer voor een nieuwe video.